is mij opgevallen, als ik terugkeek naar het interview van 5 jaar geleden, hoe geweldig nieuwsgierig jij bent naar wat er allemaal zou gebeuren buiten onze dampkring vandaag. Ja. Waar ik wel nieuwsgierig naar ben over 5 jaar, is of er opnieuw een mens op de maan gestaan heeft. Waarom? Zowel voor China als voor India. Maar ja, voor de Indiërs zijn zover nog niet, denk ik. Maar vooral voor China is dat een immense prestigedroom om een mens op de maan te zetten. Het is nu ook meer dan 40 jaar geleden dat er nog een mens op de maan gestaan heeft. Meer zelfs, het is meer dan 40 jaar geleden dat er een mens verder dan 500 kilometer van de aarde geweest is. Dat is wel straf wat je daar zegt. Want inderdaad, de afgelopen jaren is de race naar de maan gewoon herbegonnen. Dit is Blue Moon. De Verenigde Staten willen opnieuw naar de maan en doen daarvoor een beroep op privébedrijven, zoals Blue Origin van Amazon-baas Jeff Bezos. It's time to go back to the moon, this time to stay. De lancering van de raket met maanlander Chang'e 4 verliep zonder enig probleem, tot grote vreugde van de medewerkers van het Chinese ruimtevaartprogramma. Deze eerste foto's bewijzen de Chinese prestatie van afgelopen nacht. Voor het eerst is een ruimtetuig geland op de achterkant van de maan. De maanlanding is een prestigezaak voor India. Maar vlak voor de eigenlijke landing, rond 10:30 gisteravond onze tijd, loopt het mis. De communicatie van de lander naar de grondstation was lost. Dat is de Indiase premier die de man van de Indiase ruimtevaartorganisatie moet troosten, want in India is het valikant afgelopen. Hè? Ja. Maar ik vraag me af, waarom wil iedereen nu plots terug naar de maan? Dat hebben we toch gezien? Omdat het nu terug kan met doenbare budgetten en een doenbaar risico. En eigenlijk tussen de jaren 70 en nu was dat niet zo. Die maanlanceringen die kosten handenvol geld. Telkens had je dat risico dat er iets misging. En er viel niks meer te doen op de maan. En het feit dat we nu teruggaan, is omdat we nu wel op een punt komen dat de technologie daar staat. En misschien nog belangrijker, Jeff Bezos zei, we're going there to stay. Dat zal niet vanaf de eerste maanlandingen zijn, maar dat is wel het plan. Een permanent bewoonde basis op de maan. Maar waarom mikken we niet meteen op Mars, nu dan? Mars is een heel stuk moeilijker dan de maan. Het is ook gigantisch. Beetje veel verder ook. Oh, het is gigantisch veel verder. Die hernieuwde interesse voor de maan heeft daarmee te maken. Terug een beetje expertise opbouwen in bemande ruimtevaart op langere afstand. En sommigen zeggen zelfs een tussenstop. Dat zijn absoluut letterlijk. Geen... Ja, het tankstation. Dus okay. Ja, even stoppen voor een boterham. Naar de maan gaat het hard, maar hier op aarde staan we toch nog wel geregeld eens stil, hè? Er hebben in ons land nog nooit zoveel structurele files gestaan. De grootste verkeersknoop in ons land ligt in Antwerpen, zo blijkt, niet in Brussel.